Welkom bij weekvlog 6. Goedemorgen. Woehoe. We zijn vanmorgen aangekomen bij de hoogste camperplaats van Europa. Zoals je kan zien achter ons. We staan hier op 2300 meter. Ja. En het was een behoorlijke klim voor Eddy. Wel etster. En dit is de parkeerplaats bij de Trekrime. Ja, bij de draaizinnen in het Duits, Trekrime in het Italiaans. En die... Dat moeten de drie mooiste bergtoppen van de Dolomieten zijn, dus we zijn benieuwd. We gaan zo dus weer een hikeje maken. Ja. En we nemen jullie graag voor mee. Zoals je ziet, staan we zeker niet alleen. Wel als een van de enige Nederlanders. Want ik zie alleen maar Italiaanse en Duitse kentekens. Wij zijn de enige, ja. Een paar Fransozen nog ertussen. We zijn de enige NL'ers. Let's go. Ik controleer nog even of Eddy tegen is. Een wandeling gaat maken naar de draaizinnen. We hebben zo vermoeden dat dit de achterkant van de draaizinnen is. Maar dat weten we dus nog niet. Dat weten we dus nog niet, maar we zullen dadelijk zien hoe mooi het is. Dus gaan jullie mee op deze wandeling? Kom, dan gaan we. Prachtige punt. En Pascal wilde heel even met de drone omhoog. Een beetje buiten adem. Je merkt toch aan de lucht dat die dunner is, omdat je wat hoger zit dan gisteren. Stuk hoog. Nou, we zitten toch dikke 800 meter hoger dan gisteren. En vanaf 2000 meter merk je toch dat de lucht iets dunner is. Dus je hartslag gaat wat meer omhoog. Ga je doen? Huisje bouwen. Een torentje bouwen. Zoals iedereen heeft gedaan. Het is toch nog dat we hier zijn geweest. Gaat niet goed. Wauw. Wij zijn terug bij de camperplaats. We zijn 4,5 uur onderweg geweest.
En het was weer de moeite waard vandaag. Hè? Zeker een aanrader. Je komt er ook gewoon met de auto. Dat kost er maar 30 euro. Dus als je met de auto hier in de buurt bent, rij gewoon even die berg omhoog en loop hier even een dagje rond. Dat is echt de moeite waard. Ja, super mooi. En daar staat hij dan. Op de gele blokken. De vriend die ons overal brengt. Kees die erbij staat. En na de wandeling is het altijd tijd voor... een borreltje. Borrelen. Maar een kleintje wel vandaag. Ja, een ratelertje hadden we nog. En wat hapjes. En dan dit geweldige uitzicht. Oh, het is koud. Pascal heeft me net uit de camper getrokken. Ik heb mijn dekentje omgeslagen. Ja, ik zeg kom maar even naar buiten, want dit uitzicht krijgen we niet meer. Super, als je achter mooi. Ons kijkt, een hele mooie zonsondergang. Eigen mooi hebben we genoten. Achter de berg. Ja. Maar met die wolken is het echt prachtig. Oh, dat is echt zo mooi. Ik heb nog een leuk trucje. Willen jullie een leuk trucje zien? Ja? Komt ie nu. Zagen jullie het? Dat was cool, hè? Cool trucje, hè? Tot morgen. Ciao. Goedemorgen. Het is een nieuwe dag met een lekkage. Nieuw probleem. Ik wilde mijn perzikje gaan eten en dan geef Pasco mijn keukenrol aan. En dat was een beetje nat. Dus Pasco gaat kijken waar het nu weer vanaf komt. Wat nou wel is. En? Heb jij het probleem gevonden? Ja. Weer een tegenvaller. Heel de keukenkastjes liggen hier. Maar het probleem is gevonden. Wat is nou het probleem? Dat zal ik jullie even laten zien. Met mijn hoofdlamp. Ja, hij flikkert een beetje, want het ledlicht dat stoort op de camera. Als je goed kijkt, zie je hier. Ja, hier zitten gewoon twee slangenklemmen. Op de kraan, zeg maar. Op de mengkraan. Ik had eigenlijk gehoopt dat de slangenklemmen zouden lekken. Maar dat is het niet. De lekkage komt van hier. Dus echt van de mengkraan zelf. Dat is de enige oplossing. Een camperzaak zoeken. En een nieuwe kraan installeren. Wat is zo hier? Zeeknat. Oh, hoeree. Fuck. Hier, kijk. Zeek nat. Ik heb daar een... ik ben die kraan erop aan het houden, maar daar zit druk op natuurlijk. We hebben de hele watertank vol. Ik moet nou die andere ook nog, ja. Nou, goede avond. Daar zijn we weer. Het regent al de hele dag. En nu zie ik op de raarste plekken kom ik lekkages tegen. Als je goed kijkt, zie je hier ook een druppeltje aanhangen. En dat is een oud bevestigingsschroefje of plaatje van de oude zonnepanelen. En die lekken dus van boven. Mooi eens even. Ja, daar viel die. Dus moet ik morgen even het dak op om dat fatsoenlijk af te kitten, want nou, dat is natuurlijk niet goed. Goedemorgen. Nou, het is inmiddels al 10:30. En we zijn bijna klaar om te vertrekken. Maar, wat ben jij aan het doen? Ik ben een top 5 van Venetië aan het maken, een extra vlogje. Ja, superleuk. Pascal, terwijl ik gisteren de weekvlog 6 aan het editen was, heeft Pascal een top 5 van Venetië gemaakt. Vind je dat nou leuk om te zien? Klik dan even hier. Of daar. Nee, hier. Ah, daar. Oké. Okay. Nou, we gaan dan dadelijk naar Oostenrijk. Voor de kraan, zoals jullie weten. Dus we nemen jullie mee. Op naar
Oostenrijk. Ciao. We gingen eventjes naar de Aldi. En nu puilen de kasten uit. Dit is onze voorraadbak. Die hadden we vanuit Nederland meegenomen. Met dingen zoals curry. Een zak van hak. Knakworstjes. Dus dat gaan we nu even ordenen. Daar iets uithalen. En dan wat we nu gekocht hebben. Een beetje verdelen. En Pasco gaat de kastjes opnieuw inruimen. Hè? Huh? Veel te veel. We zijn de winkel ingegaan met honger. Nooit doen. Nooit doen, nee. Nooit doen. Wel lekker een kopje whisky. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat was maar 7,99. Mm. Zelfs thuis. Oké, ciao. We zijn benieuwd. Als we het gaan vinden. Een nieuwe kraam. Let's see what for store this is. Huh? Buit van vandaag. Ja. Dus Pasco kan niet wachten om het te gaan installeren, dus dat gaat hij nu meteen doen. Ja. Een trucje. Nu is er geen kraan. En nu? Kraan zit erop. Hij is alleen, zoals je ziet, heel onstabiel. Er valt zo elkaar aan het water stroomt eruit. Dus Pasco is terug naar binnen. We staan gelukkig nog bij de winkel. Ik heb het pas die kraan geïnstalleerd. Dus hier achter zie je hem in de winkel. Dus pas ik al terug om te zeggen wat er is. En kijken als hij of komt kijken of als we hem weer eraf moeten halen en kunnen ruilen. We hebben een nieuwe wasserhaan. Die andere was. Die ben ik weer om gaan ruilen. En nu hebben we een mooie Groman kraan. Goedemorgen. Nou, ik ben vanmorgen vroeg opgestaan. Want we hadden gisteren een lekkage op het dak. Als je goed kijkt, zie je hier allemaal oude schroeven zitten. En die heeft de vorige eigenaar ooit erin gemaakt om de oude zonnepanelen te bevestigen. En die heb ik eraf gehaald. En aan die kant zijn nieuwe zonnepanelen gekomen. En nou. Ja, dit zijn gaten die gaan helemaal door het dak heen, zeg maar. En dan heb ik aan de binnenkant komen bij sommige een paar druppeltjes water door. Dus die ga ik nou even afkitten. Gelukkig had ik wat kit bij me. Zo, het dak is weer goed. Alles afgekit boven die schroeven. Dus als het goed is, hebben we nu geen lekkage meer. Nou, wij gaan de Hoertsenpas op. 18% klimmen. 18%. Dit is de pas tussen Oostenrijk en Slovenië. Die zijn we gisteren omlaag gereden. En toen zei ik al, ik wil er echt niet naar boven rijden. Ja, wat gaan we toch doen? Terug omhoog. Dus, wat gaan we nou doen? En we nemen jullie mee. Dit is 3,5 kilometer, 18% klimmen. Dat is echt stijl. De camera zal je wel niet zo goed zien. Het begint nu. Maar geloof mij, het is echt super stijl. In de 3 loopt hij al terug in de toeren. Dus dat betekent terug naar de 2. Oh jongens, en we hebben nog lang te gaan. Gewoon lekker rustig aan. Niet te veel op de zak geven, gewoon 2500 toeren. Met 30 de berg op. We gaan met 30 de berg op. Hij heeft het echt zwaar. We komen er bijna niet op. We rijden bijna 4000 toeren. In één.
Ik kom hier vooruit, man. Ik rijd 15 km per uur. Ik heb de zijkant te snel, man. We zijn er bijna. Nee. Zet je licht maar aan, je dimlicht is verplicht hier. Dus, gewoon maar aan. We kunnen geen parkeerplek vinden bij Leekblad. Dus we doen eerst maar even een fotootje maken van het kasteel op het meer. Staat dat foto wel even? Is de moeite waard? Ja, is wel mooi hè. Even samen een foto maken. Ik heb de camper een beetje asociaal staan. Ja, even lachen. Wij zitten toch bij het meer. Parkeerplaatsje gevonden, net toen we weg hoorden rijden. We kwamen langs de parkeerplaats gereden. Ik zeg, hier gaan we staan. En gelukkig konden we daar staan. Ja, en nu zitten we hier met onze voetjes in het water. Met dit prachtige uitzicht. Net even met de DJI rond de bezienswaardigheid hier gevlogen. De kerk. Of het fort, of hoe heet het? Dus, in 3, 2, 1. Goedemiddag, wij zijn in Slovenië aangekomen. We staan in een superleuk plekje. Ziri? Ja, net buiten Ziri. Ziri, dus niet Ziri, maar Ziri met een Z. En daar staat de camper. Ja. Het is een vrij nieuwe camperplek. Volgens mij nog niet zo bekend, want we staan helemaal alleen. En hier is een leuk beekje. En daar staat het hele dorp. Met een mooi barretje. Dan gaan we nou even wat drinken. Ik wil ook zwemmen. Ja, ik wil een leuk zwembadje hier. Dus we gaan nog even het water in. Daar. Goedemorgen. Nou, het is een nieuwe dag. Nieuw avontuur. We zaten hier gisteravond en toen kwam er ineens een Nederlands meisje. Of een vrouw naar ons toegelopen. Die zag dat we Nederlanders waren via het kenteken. En die hadden al heel lang geen Nederlanders meer gezien. Überhaupt had ze geen campers meer gezien hier. Dus je vond het super leuk. En die nodigde ons eigenlijk uit om met haar vandaag mee te gaan naar een waterval. Dus daar zeggen we geen nee tegen. Dus we gaan dadelijk op de fiets. We moeten allemaal water doorkruisen, zei ze, met de fiets. Dus ik ben benieuwd. En dan kwamen we bij een super mooi plekje uit. Ongeveer 7 kilometer hier vandaan. Dus we laten ons vooral. Wij zijn aangekomen bij de waterval. Ik zal er heel eventjes heen lopen, Pascal zit er al.
Bram, doei. Huh? Goedemiddag. Nou, wij zijn aangekomen terug bij de camper. Bij het barretje waar we gisteren ook zaten. Daar. En Jeline gaat nog een duik nemen in het koude water hier. En heel koud. 3, 2, 1. Dit is zo koud. Lekker? Oh, ik heb het niet meer warm, nee. Wel lekker, hè? Afgekoeld? Ja. Ik hou eruit. In twee. Hoppa. En meteen afgekoeld. Het valt wel mee. En? Het is 12 graden. 12 graden. Nou, dat voelt echt veel kouder. Ja. Maar dit is ook 32 graden. Lekker hoor. En koud, ja. Wat een wapressing. Ze hebben ook echt lekkere bedjes. Kun je een leer leggen. Daarboven op het gras zijn er nog. Dus we zitten hier echt prima. Echt een pareltje. Nou, goedemorgen vanaf dit mooie plekje. We hadden een hele leuke dag op de planning. We zouden met het Nederlandse meisje Tessa, meisje, vrouw, en haar vriend Marco, die komt van hier, zou een barbecue gaan doen hier. Die zaten bij de camper, bij het water. Maar vanmorgen opende ik mijn telefoon met nieuwsoverzicht. En wat zagen we toen? Dat Nederland waarschijnlijk op rood gaat. Ja, dus dat betekent, de besmettingen liepen op. Dus ze verwachten dat Nederland snel op rood gaat in Europa. Dus voor andere landen geldt dan reisbeperking om de grens over te komen. Dus ja. We gaan nou versneld door Slovenië. Dus we rijden vandaag in één keer door naar Kroatië. We zijn bang dat als we nu niet gaan, dat misschien vannacht of dadelijk Nederland echt op rood gaat, dat we dan Kroatië niet meer inkomen. Of dat we in quarantaine moeten of wat dan ook. Dus heel echt jammer. Super jammer. We hadden graag nog een paar dagen hier gebleven. Dat is echt prachtig hier. Maar we willen liever naar Kroatië. Het is toch net wat groter. En dan zie je maar dat corona roet in het eten kan gooien. En nog niet helemaal over is. Nee, dat zeker. Ondanks dat we volledig gevaccineerd zijn. Ja. Tessa was een Nederlandse vrouw. Die gaan wel, als het allemaal kan, dan op vakantie naar Kroatië. Dus ik ga er dadelijk even bellen. En dan nodigen we eruit als we wel naar Kroatië kunnen komen. Om daarheen te komen. En dan doen we daar een barbecue. Maar ik ga het daar goed met ze. Hallo, daarin. We hebben gisteren een superleuke dag met haar gehad. Dus ja. Het is ook een heel klein beetje lullig dat we nu weggaan. Nou, maar ja. Heel erg bedankt. Tessa, als je kijkt, ja, super bedankt. We hebben er echt voor genoten gisteren. Ja. En jammer dat we vroeg weg moeten gaan. Ja, dus we gaan nu gehaast naar Kroatië. Het is dicht. Ik heb niks bij ons. Want we hebben de gele boekjes toch? Ja, we moeten wat gaan pakken. Ga rechtdoor. De grens is dicht. Ja, filmen ook. Ik ben benieuwd als er iemand is. Ik denk niet dat je mag filmen. Ik denk uitstappen. Oh, weet ik niet.
Huh? Dat hebben we nog niet gehad. Ik ben benieuwd. Moet ik de goede gele boekjes pakken? Ja, pak maar. Waar liggen ze? Ja, hier boven in die envelop. Hallo. Yes. Driverlicense, yes. Wij zijn weggestuurd. We zijn weggestuurd bij de grens van Kroatië. Omdat we bij een lokale grens wouden overgaan. En dat mag niet. Waar slagbomen. Dat zagen jullie net op het filmpje. Maar daar mogen we niet de grens over. Dat is alleen voor lokale mensen. Dus nu moeten we helemaal terug. Zeker 20 kilometer terug hier naar die grote wijnvelden. En dan moeten we dan de tolweg pakken voor toeristen. En dan moeten we daar de grens over gaan. Anders komen we niet in Kroatië. Lekker dan. Wat een gezeik, man. Menselijke vent. Ja, echt een misselijke van. Je mag niet met een camper of met een caravan. Hij zei, een auto. You didn't see the sign. You cannot drive. Nou, hij heeft me gelukkig geen boete gegeven. Hij wou weer een boete gaan schrijven. Dat je hier niet mag rijden, überhaupt met een camper, zei hij. Ik word wel onder de boete uitgeloofd. Ja. Dus we rijden nu terug. Het hele stuk. En dan op naar Kroatië via een andere grens. We zijn bij de Kroatische grens. Bij de grens van Kroatië zijn we aangekomen voor de dus tweede keer. Kijk als we hier wel doorkomen. Dit is auto's. We moeten doen een auto. Al paspoort. Moeten we een paspoort pakken? Hè? Moet ik mijn paspoort pakken? Ja. Heb jij? Dus we gaan nou poging 2 doen. Poging bij 2. Een andere grens. Oh yeah. We zijn in Kroatië. De plek is wel prachtig. Mooi gratis plekje. De plaats waar we staan komt nu hier in beeld. Ik zal even het uitzicht laten zien. Want we staan er weer mooi bij. Aan de Kroatische wijnvelden. Kunnen we dadelijk een lekker druifje plukken. We hebben op Campercontact gelezen dat er verderop één restaurantje is hier in het hele stadje. En daar lopen we nou even naartoe. Dan gaan we daar eens even een Kroatisch wijntje proeven van het veld hier. Gevonden. We zitten lekker aan een glaasje vin. Nou, zeg maar glas. Ja, flink glas. Zullen we goed vullen hier? Rechtstreeks van de wijnvelden hieronder. Wie het kan zien, daar zijn de wijnvelden. Zij zitten. En daar is deze wijn van gemaakt. Lekker wijntje. We zullen even hier schrijven waar we nu zijn. Kunnen jullie dat zien? Hier. G-man. Goedemorgen. Nou, wij zijn een wandelingetje aan het maken in de buurt van Oppertal, net over de grens bij Kroatië. Het dorpje wat je hier achter ziet, daar staat Eddie. Daar staat Eddie ook. Ik weet niet of je het kunt zien op de camera, maar het is al vrijdag, dus dat betekent weer het einde van de week. Ja, een vlog afsluiten. Dus weer heel hartelijk bedankt voor het kijken. Tot volgende week, hopelijk. Dus vergeet niet te abonneren, krijg je een notificaties bij een nieuwe video uploaden. En het duimpje omhoog te geven. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En laat vooral weten wat jullie ervan vinden. Ja. In de comments. Voor nu, ik weet niet wat doe je in het Kroatisch is. Dus voor nu nog ciao. Want dat verstaan ze ook in Italiaans. Ciao. Dus ciao. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op ons kanaal. En volg ons ook op social media.